Het is 20 minuten lang eenrichtingsverkeer, dan maak je hem niet, dan heb je die ongeschreven voetbalwet. Dan krijg je hem tegen. En ik vond, jij hebt net tegen de schrijvende collega's verteld, proefde ik aan jou dat je het niet meer mee eens gaat zijn. Ik vond dat na die 1-0 bij jullie het voetbal even weg was. Nou, kijk, ik vind in eerste instantie hoe start je een wedstrijd. En, prima. Na vorige week denk je van hoe gaat dat? Ja, dat vond ik fantastisch. Op dat moment denk je helemaal niet dat je een tegengoal of een goal tegen gaat krijgen. Ja, dan komt er in een spelafvatting die hun krijgen, scoren ze dan een goal. Terwijl ja, ze nog niet bij onze goal in de buurt waren geweest en wij al wel 3 goals hadden kunnen maken. En natuurlijk sluipt er dan wel weer iets aan twijfel in zo'n tweede helft. Dat ze toch even kijken van, hey, wat nu? En dat is logisch met een ploeg die eigenlijk onterecht achterkomt. Dat je een beetje op 2 gedachten hikken. Maar daarna vond ik dat we toch de draad wel weer oppikten. Dat we minder hoeveelheid aan kansen kregen, dat klopt. Maar uiteindelijk denk ik dat we in totaliteit ook die eind eerste helft een groot gedeelte gedomineerd hebben. En dan maak je uiteindelijk vlak voor rust maak je dan een goal uit een corner ook. En Niels Buijs die zit daar goed bij. En ja, dat is natuurlijk voor iedereen een opsteken zo vlak voor de rust. Ja, en dan krijg je nog een tikkie ook nog vlak voor de rust, wat je eigenlijk dan niet meer verwacht. En dan kom je uiteindelijk in mijn ogen onnodig 2 goals tegen. Een dekkingsfout met een corner en eigenlijk een vrije trap die we gewoon onnodig tegenkrijgen. Bal daar gewoon wegschieten vlak voor rust. En hij wordt ook nog eens van richting veranderd. Dus ja, dan zit alles even tegen en dan ga je met een negatief gevoel de rust in. Maar ik had niet het idee dat wij vandaag daarin kansloos zouden zijn. Ik had zelfs het idee van, nou ja, ik zag gewoon voor me dat wij hier 3-4 goals hadden kunnen maken vandaag. Ik had bij de 3-2 nog het idee van, als die 5 minuten langer duurt, pak je nog een punt. Want Gele Muiden beperkte zich toen echt alleen nog maar tot het wegschieten van de bal. Nee, maar dat klopt. Kijk, ik vind dat wij op natuurlijk heel, heel ongelukkig ook weer op 3-1 komen. Je hebt met alle goede bedoelingen een stapje uit de rust. En dan valt een voorzet die valt zo op iemand zijn hand dood en scheidsrechter een pingel. Ja, dan sta je 1-3 achter en dan zie je ook natuurlijk wel bij een aantal jongens. We hebben natuurlijk ook een hoop jonge jongens ook erbij lopen. We hebben wel wat routine, maar ook wat jonge jongens erbij lopen. En dan zie je toch wat vertwijfeling. Ja, toen zijn we nog gaan wisselen, wat spits erbij. Heel aanvallend ging je spelen. Heel aanvallend gaan spelen. Nou, dan weet je dat in de omschakeling je 1 of 2 keer wel wat kwetsbaar bent. Maar uiteindelijk hebben we toch wel echt de druk opgevoerd. Ja, en dan Gene Muiden, die doet wat wij niet deden, die roeien alles weg. En dan valt 2-3 keer de bal gewoon net niet goed. En dan scoren we uiteindelijk de aansluitingstreffer wel. Kopbal van Koen. Maar eigenlijk is we hebben dan in die fase niet echt grote kansen meer gecreëerd. En we spelen dan op sommige momenten het niet goed uit. Gaan de bal er gaat al wat logisch is, ook gehaast, hè? Want de tijd gaat ook dringen. Nee, maar dat klopt. Maar dan nog, weet je, van, als je een bal dan inbrengt, weet je, breng hem vanaf de zijkant in. Dat hij nog een beetje schuin, dan kan je hem nog terug voor de goal koppen. Als je een bal eigenlijk recht naar de goal toe schiet, ja, dan kan je bijna niks mee, een beetje verlengen. En daar kiezen we dan niet altijd de juiste momenten. Maar ja, weet je, ik bedoel, als ik dan zie hoe ze gas geven om een bal te pakken die over de achterlijn gaat en de tegenstander aan tijdrek is en aan doen. Ja, we hebben er alles aan gedaan vandaag. En normaal gesproken krijgen we weinig goals tegen. En vandaag krijgen we 3 ongelofelijke goals tegen. Ja, feit is wel dat je nu, als we kijken naar de stand op de ranglijst, Gene Muiden loopt in. Maak je je zorgen dat je met je ploeg in de problemen gaat komen? Nou ja, kijk, wat is zorgen? Kijk, als je speelt zoals we vandaag spelen, ja, dan maak ik me geen zorgen. Want dat was Hardenberg, dat was Sparta Nijkerk, dat is nu. Dus op dat punt vind ik dat we gewoon als ploeg het goed doen. Natuurlijk krijg je nu zometeen te maken met wat schorsingen. Je komt wat krapper in je spelers te zitten. Je moet andere jongens het weer laten zien. En je weet dat het er niet beter op wordt als je van een directe concurrent de punten verliest. Daar wordt de situatie er niet beter op. Maar oké, we krijgen nog genoeg wedstrijden om de punten wel te pakken. En als ik zie vandaag de beleving en het spel, dan heb ik daar vertrouwen in. En ja, als het dan een keertje mee zit, dat zal erg prettig zijn. Want ook de keeper bij Gene Muiden was aardig op dreef vandaag. Vlieren is een goeie, maar dat wisten we al. Nou ja, dat is ook zo. Maar kijk, dan vallen er wel een paar ballen voor die goal dat je denkt van jezus, bij heel veel wedstrijden zitten die erin. En hij pakte daar een aantal goede momenten. En wij laten zelf ook een aantal goede momenten liggen. Maar ja, dat weten we ook. We scoren zelf moeilijk. En vandaag maak je uiteindelijk toch 2. Maar kregen we er 3 tegen, wat voor ons ongebruikelijk is.